deze video laat ik je de hondsroos zien. Hier zie je de hondsroos. De bloemen van de hondsroos, die zijn in eerste instantie beginnen ze vaak roze. En hoe ouder ze worden, meestal worden ze dan steeds witter. Soms blijven ze wel enigszins licht roze, maar deze variant zie je dat het zo goed als helemaal wit is geworden. Dan, de bloemen hebben natuurlijk 5 kroonbladen. En de kroonbladen zijn in het midden enigszins ingesneden, waardoor de kroonbladen een hard vorm hebben. Dan zitten de meeldraden, meer dan 20 meeldraden, zitten meestal aan de rand van de bloembodem. En in het midden zitten heel veel stempels, maar ze zijn allemaal samengebundeld tot 1. Dus vandaar in het midden zie je dan meestal maar 1 dopje, maar het zijn meerdere stempels bij elkaar. Dan natuurlijk ook aan de onderzijde heeft hij kelkbladen. Je kan het wel zien aan een bottel. Hij heeft 5 kelkbladen. De kelkbladen vallen als de bottels rijp zijn snel af. Dan het blad. Het blad is ovaal en het eindigt in een soort punt. En natuurlijk is het er een zaagde bladrand, zoals alle leden in de rozenfamilie. En het blad is samengesteld en het bestaat uit 5 tot 7 deelbladen. En dat het oneven aantal, omdat er altijd een topblad is. Dan zit er aan het einde van het bladsteel zitten steunblaadjes. 2 steunblaadjes aan beide kanten van de bladsteel. En die zijn eigenlijk zo goed als vergroeid bijna aan de bladsteel. Dan de stekels. De stekels die zijn vrij groot. En ze staan een klein beetje krom. En ze staan verspreid over de stengel. Dan, als natuurlijk de bloemen zijn bevrucht, als de bloemen zijn bestoven, dan ontstaat er natuurlijk een bottel. De bottel van de hondsroos is oranje, rood-oranje-achtig. En meestal wat ovaalvormig, soms zie je ook wel wat meer rondere vormen. En dan vallen de kelkbladen dan snel af. De bottels zijn goed om te eten, vooral als ze al een beetje zacht zijn.